centrale werkplaats Mechelen werken ongeveer 1350-tal personen. Momenteel vervul ik de functie van productcoördinator van de moderniseringsketting van de Brex. In Mechelen hebben wij in 2009 het eerste motorrijk type Brex buiten gestuurd. Deze modernisering houdt in dat we meer comfort gaan proberen te bieden aan de reizigers. Enkele wijzigingen die we hebben doorgevoerd tijdens deze modernisering zijn de motorrijtuigen in een fris nieuw kleedje steken, waar wij onder andere een nieuwe verfvlag aanbrengen op het rijtuig. Buiten dit veranderen wij ook de volledige binnenbekleding. Er zijn nieuwe zeeltjes geïnstalleerd, nieuwe plafonds, nieuwe vloerbekleding. Ook zijn er nieuwe toiletten met een gesloten systeem. Tevens hebben wij voor reizigers met een beperkte mobiliteit een aparte ruimte voorzien, een multifunctionele ruimte. In deze multifunctionele ruimte zijn klapstoelen voorzien en ook automatische deuren, zodat de reizigers met een beperkte mobiliteit gemakkelijk deze ruimte kunnen betreden. Tevens is ook de toiletmodule aangepast voor reizigers met een beperkte mobiliteit. In de Centrale Werkplaats Mechelen doen we twee soorten onderhoud. We hebben het revisiegedeelte en ook langs de andere kant de modernisering. Bij de revisie komen de rijtuigen aan een bepaalde kilometerrit binnen. En dan gaan wij onderdelen herstellen, onderdelen reviseren. En bij de modernisering gaan we de trein eigenlijk volledig strippen en terug opbouwen naar de hedendaagse normen. In de Centrale Werkplaats Mechelen hebben we verschillende ateliers. Er zijn ateliers waar we herstellingen doen aan wisselstukken. Ook is er een atelier de fabricatiewerf, waar we zelf onderdelen fabriceren. En dan hebben we twee andere ateliers waar de rijtuigen binnenkomen voor hun onderhoud. Daar hebben we twee soorten onderhoud, het revisiegedeelte en het moderniseringsgedeelte. Bij het revisiegedeelte zullen wij de rijtuigen een onderhoud geven, zoals je eigenlijk ook een auto een jaarlijks onderhoud geeft. Bij de modernisering gaan we een rijtuig helemaal strippen en terug opbouwen naar hedendaagse normen.